kusje van je. Nee, nou, kijk, hier heb ik lichtbruin. Ja, een hele goede morgen, lieve vrienden. We zijn, ik ben al geruime tijd wakker. Maar ja, leggen de beestjes nog zo lekker te slapen en Rijke hier in mijn armen. Ze is wel wakker, ik heb er kusjes van de gehad. Ja nou. Ja. Dan ligt dat daar eentje. Althans, die zit. Dan hebben we er daar een. Alweer. Ik heb niet goed gelegd. En daar is het ook. Dus die ligt ook nog lekker onder zeil. Een kusje van je. Oh, dat is lief. Nee? Het is vandaag alweer dinsdag. Ja, ja. En even kijken. Het is net 9 uur geweest. Oh, shit. Even koeken hoor. Ik zie het 7 minuten over 9. En het is vandaag dinsdag. Ook dat is het. Ik ga er even bij zitten, want ik zie het niet eens. En ook je bril niet op. De 16e de februari. Ja. Het is 16 februari. Ik ga mijn bril ook even opzetten. Want ik. Mag ik er even bij, meneertje Kandel? Het doorloopsysteem. Ik heb mijn bril even nodig. Zo, dan zien we weer een beetje beter. Hé? Dat moet je kunnen doen. En Elwin, die hoor ik. Elwin. Ook welke meisje. Oh, wat een gaatje. Ja, en dan gaan we er zo eruit. Want ik moet even mijn nieuwe jurk trekken, want die zat in een zak opgevouwen. En helemaal gekreukeld, et cetera. Dus die wil ik even strijken. En dat trek ik die even aan vandaag. Ja, vind ik helemaal leuk. Dat is bruin met beige. Een mooi hart, hè. En dat is een hele grote foto. Daar staat ook mijn mannetje en ik op. Boven, dacht ik. Ik weet, ja, ik geloof dat ik ook zelf op staat. Ja, ik zit in de hoek van mijn man in de rolstoel. Ja. Hé, ja nou, wat vind ik hier? Het is dit. Spelenkoppie. Wat moet met die poot? Wat moet met die poot? Hé? Wat moet ik met die poot? Pootje? Een pootje dan? Een pootje dan? Nee? Ik wil pootje. Hé, hey, pootje. Pootje. Ja, goed zo. Ik heb pootje gekregen. Mwah. Ja, hartstikke lief toch. En die zit er ook zo lief bij. Toe kan dat. Toe kan dat. Ga je er maar bij liggen. Nou ja, oké, lieve vrienden. Ik zou zeggen, ik ga me zo meteen langzamerhand wassen, poedelen en doen. En mij gaan aankleden, eerst de jurk strijken en dan de rest. En ik zie jullie straks alweer. Ja, ik krijg ook om een uur of 12 bezoek van mijn nieuwe begeleidster. Karin genaamd, alleen nog K met een K. Hé, ja nou, Karin met een K. Ja, niet met de C, maar met de K. Ja. Oh, kom we weer met een pootje. Kom we weer met een pootje. Ja, nou. Oh, dat is een mooi. Oh.
Au. Hou die nagels bij je. Ja. Je zit vast. Dank u. Vast aan mijn ringen, ja. Lekker ding. Maar oké. Voordat hij het weer gaat doen, ik... Zo dan. Nou. Nog één. Allemaal even aandacht. Allemaal even aandacht. Deze kaart hier nou. Hey, allemaal even aandacht. Moet kunnen. Ja, maar. Oh, moet doorgaan. Huh? Lekker hè, dat nekje krullen. Lekker ding. Zo, een beetje. Mijn arm is niet langer. Nee, een statief die ik beneden gelaten. Hé? Nou. Lekker ding. Nou, lieve vrienden, nogmaals, tot later. Ja, daar zijn we weer, lieve vrienden. Ik heb mijn nieuwe jurk aan. Ja, jullie zien er niet veel van. Ik heb niet te doen. Wel lekker een vest eroverheen. En het is niet rood en het is niet bruin. Het is bruinrood. Ja, het zit er net tussenin. En mijn zwarte vest, die ligt in de was. Ja, en dan kan ik dat niet dragen. Nee. Dus dan maar deze erop. En ja, hij is heel erg leuk. Ik zie dat zo niet, hè. Nee, nou. Kijk, hier heb ik lichtbruin en dan dat eroverheen en bruine laarzen erbij aan. Ja, ook die heb ik nog. Dus ik ben weer keurig netjes gekleed. Wel deze ketting die bij mijn bruine, die beige overgooier had. Hallo, dames. En als je op dat bekje van Rijker ziet hoe venijnig dat kan. Klaar. Klaar. Ja, want ik zie weer wat gebeuren wat ik niet wil. Voordat straks wel, hè? Nou. Rijka. Zo dan. Nou ja. Ze bekijken het maar even. Ja, toch? Ja, daar heen het al, hè? Ja, daar heen het al. Potverdikje. Doe je pet goed, je pet zit scheef. Rijka, je pet zit scheef. Zo, moet je goed doen. Ja, toch? Ja. Maar in ieder geval, ik ben netjes gekleed, mijn leuke oorbellen er weer in. Dat is een oog. Het zijn ogen. Dus ja, ik ga zo meteen even met ze lopen. Want om 12 uur, rond 12 uur, komt de Karin. Ja, de zon die staat daar. En die schijnt net in je gezicht. Niet leuk. Dus ik ga zo zitten. Dan zie ik hem ook niet. Nee. Dan maar eventjes zo. Ja, toch? Ik denk ik ga hier maar zitten met vloggen. Want die lamp die staat ook hier. Ik heb hem weliswaar niet aan, maar het is niet altijd nodig, vind ik. En dan zit je weer eens hier en dan weer eens daar. Ja, toch? En deze camera is supergoed. Ook dat nog eens een keer. Dus ja, ik ga lekker even met de hondjes lopen. En dan zien we elkaar straks alweer. Dat geniet van de dag, het zonnetje schijnt, dus lach, ja, gewoon vrolijk zijn, dan maak je een ander ook weer mee blij, ja toch? Ja, gewoon een vriendelijk woord en hoe heet dat, vriendelijk woord en een glimlach naar een ander toe, is een groot gebaar, want ja, ze worden er enkel maar vrolijk van,
Ja, gewoon alleen maar een glimlach met een ander vrolijk van. En dan is jouw dochter ook weer goed. Ja. Dus, nou, ik zeg lieve vrienden, tot straks. En we spreken elkaar dan wel weer. Ik zeg tot dan. Zo, daar zijn we weer. Het is weer geschied. Ik heb dat labeltje er eindelijk eruit weten te plukken en te doen. Want ik kon mijn torenmesje niet vinden. Dus ja, we moeten toch op een andere manier. Normaal ligt het vlak voor het grijpen, maar hij is er niet. Nee. Dus ik ben momenteel klaar voor dat Karin kan komen van mijn nieuwe begeleidster is dat. En ja, het is helemaal goed. Ja, zeker. Nou, de beestjes zijn lekker binnen. Kandel die zit op de vensterbank. En Ellewing legt op de bank. En de andere zit daar in de vensterbank. Het is helemaal geweldig. Ja, toch? Dus, maar dat komt wel goed hoor. Jazeker. Zo, hij staat weer. Hij moet nog even zakken. Zo. Dus ja, komt helemaal goed. Ik zou zeggen, hou vol goede moed. En wees blij, wees gelukkig, want de klok, de avondklok is weer voorbij. Want het is per direct opgeven. Ja. Dat heen, hè? Als er iemand erachteraan zit. Ik kan nou niet kijken, want het zit in mijn mobiel. Ja, anders had ik kunnen kijken van, wat was het ook alweer? Onterecht. De viruswaarheid. Nou ja, die spreken de waarheid. Ja, anders mogen ze die naam niet dragen. Dus ja, maar dat komt goed. Dat, de buurman die had het ook al gehoord en die heeft zover ik weet geen internet. Dus ja, dat zal toch wel in het nieuws geweest zijn. Ik heb niks aan, dus ik ga zo meteen hier ook aan het werk. Zolang ze er niet is, kan ik wat doen. En ja, komt goed. Ik zou zeggen, geniet en tot later. Doei!